En een aantal journalisten onder leiding van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft vanmorgen een stil protest gevoerd voor het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De mediamensen vroegen aandacht voor de zware afbreuk van vrije meningsuiting en persvrijheid bij het incident waarbij een mediawerker op 14 december is mishandeld door veiligheidsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk. Gewezen SVJ-voorzitter en een van de trekkers van de actie, Wilfred Lewin, vertelde het volgende. We hadden zeker in een democratische staat verwacht dat de veroordeling en de aanspreking van de vicepresident daarvoor zijn. En wij kijken uit naar het onderzoek, het vrijgeven van de beelden, zodat de gemeenschap weet dat dit een ernstige zaak is en dat het niet mag plaatsvinden. Maar meer nog, als u en ik op straat iemand mishandelen, als wij een telefoon van iemand afpakken, worden wij meteen de bak ingegooid. En wij houden het nog op een onderzoek dat moet komen. En we zien eigenlijk geen enkele beweging. En als we nu horen dat de beelden voorlopig, wordt gezegd, nog niet vrij worden gegeven, dan vragen we ons af wat de bedoeling hiervan is. Dus ons stil protest zal blijven doorgaan. En wij willen dat recht en waarheid recht worden aangedaan. Lewin zegt dat het bij de gemeenschap duidelijk moet zijn dat niet het recht van de journalist alleen, maar dat van elke burger is getroffen. Medeoprichter van de SJV, Nita Ramcharan, zegt dat het niet de eerste keer is dat journalisten geteisterd zijn door dergelijke handelingen. We willen dat voorkomen wordt dat dit ooit weer gebeurt. Dus we willen garanties van de regering om ervoor te zorgen dat zulke incidenten niet meer plaatsvinden. Want het is niet goed voor het land om door te gaan als een land waar dit soort dingen gebeuren. Dus wij willen garanties en dat het stopt en dat het land dus niet meer schade gaat leiden. Persvrijheid en democratie hoog in het vaandel zijn in de wereld. Suriname heeft ook al een heel slechte naam gehad in het verleden. En het ging de laatste tijden beter. We willen dat dat ook goed gaat en dat mensen niet verhinderd worden om tijdens hun werk of waar dan ook, dat ze hun werk niet kunnen uitoefenen. Want dit is gebeurd met Jason. Hij lag op de grond, hij is in een wurggreep gehouden, zijn telefoon is afgepakt en dat allemaal tijdens het werk. Ramcharan accentueert dat verontschuldigingen geen garantie bieden dat soortgelijke zaken zich niet meer zullen voordoen. Belangrijk is voor de SVJ dat de regering garant staat voor de waarborging van de persvrijheid en vrije meningsuiting van elk individu. Lewin zegt dat het incident van 14 december dieper reikt dan wordt gedacht. De publieke opinie, welke is losgekomen, is het bewijs dat de samenleving zich bewust is van onrecht. Dat is geschied vanuit de autoriteiten die de gemeenschap juist moeten beschermen.